الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، beste broeders en zusters, welkom allemaal op deze Dora, op deze conferentie, op deze dag, Yom Sept, de zaterdagmiddag. En allereerst wil ik Allah subhanahu wa ta'ala bedanken voor het feit dat Hij het makkelijk voor ons heeft gemaakt om vandaag hier aanwezig te zijn. En natuurlijk gaat onze dank ook uit naar deze moskee en naar de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Het programma voor vandaag is bekend. Na Salat al-Asr is er een lezing van onze broeder Al-Akh Bushta. En daarna is er een lezing van onze broeder Abu al-Munzir. En daarna is er een telelink, als het goed is, gepland met een van de geleerden. Beste broeders en zusters, de grote geleerde Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu azza wa jal, zegt in zijn boek die hij heeft geschreven in het vak al-Qawa'id al-Fiqhiyya, de stelregels omtrent al-Fiqh, zegt hij: I'lam hudita anna a'zam al-minan ilmun yuzilu shakka anka wa darn. Hij zegt hier: weet, mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou leiden, dat de grootste gunst is kennis die een shak weghaalt, de shubuhat uit je hart weghaalt, en het daran, het shahawat uit jouw hart verwijdert. En dit klopt ook, beste broeders en zusters. De grootste ni'ma van Allah subhanahu wa ta'ala die hij aan een moslim geeft, is dat hij hem leidt tot het opdoen van profijtvolle kennis. Waarom? Omdat het opdoen van profijtvolle kennis twee belangrijke doelen kent en heeft. De eerste, het eerste doel en tevens het belangrijkste, is het voorkomen dat er een shubha in jouw hart terechtkomt. Of dat er een shubha, als die eenmaal in je hart terechtkomt, dat die eruit wordt gehaald door deze kennis. Dat is de eerste en tevens belangrijkste doel. Het tweede doel is het bestrijden van shahawat. Dat een persoon op het moment dat hij profijtvolle kennis opdoet, dat hij afstand neemt van shahawat, van zijn lusten en begeertes. En als hij eenmaal in een zonde valt, doet hij onmiddellijk toba. Doet hij onmiddellijk het toba. En de enige kennis, beste broeders en zusters, die voldoet aan deze twee voorwaarden, dat is de kennis die gebaseerd is op de Koran en op de Sunnah, zoals de Salaf dit hebben begrepen. En als je wil weten of je bezig bent met profijtvolle kennis, toets die kennis dan aan deze twee doelen. Voldoet hij niet aan de eerste, of voldoet hij niet aan de tweede, of niet aan allebei, dan weet je dat die kennis die je opdoet niet profijtvol is, maar schadelijk. En daarom heel veel van de mensen die kennis opdoen bij onbetrouwbare personen, die komen meer met shubuhat terug dan dat zij in eerste instantie hadden. Omdat de kennis die ze opdoen niet voldoet aan deze twee voorwaarden. Om terug te komen op het eerste doel. En dat is het doel die betrekking heeft op het weghalen van de shubuhat. Deze shubuhat die kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Die kunnen betrekking hebben op al-fiqh.
Iemand kan shubuhat hebben in al-fiqh. Maar ook bijvoorbeeld in usul al-fiqh. Of in al-hadith. Of in al-aqida. Bijvoorbeeld als hij shubuhat heeft over geleerden van Ahlus Sunnah. Of hij heeft shubuhat over het da'wa al-salafiyya. Of hij heeft shubuhat over al-jihad. Of, en dat is ons onderwerp voor vandaag, hij heeft shubuhat omtrent de regeringsleiders, de islamitische regeringsleiders. Dus het onderwerp van vandaag, beste broeders en zusters, is dat wij een aantal shubuhat zullen doornemen die betrekking hebben op de islamitische regeringsleiders. En natuurlijk zullen wij deze shubuhat één voor één weerleggen. En voordat wij dat gaan doen, is het belangrijk dat wij een aantal belangrijke fundamenten doornemen. Fundamenten van Ahlus Sunnah die betrekking hebben op het omgaan met de islamitische regeringsleiders. Er zijn natuurlijk heel veel fundamenten. Maar de belangrijkste fundamenten, dat zijn er vier. En deze fundamenten zijn niet alleen maar fundamenten, maar ze zijn ook een algemene weerlegging op elke shubha. Dus deze fundamenten van Ahlus Sunnah wal Jama'a zijn fundamenten, maar tevens ook een weerlegging op elke shubha. Maar het is een algemene weerlegging. En natuurlijk zullen wij de shubuhat specifiek weerleggen. Het eerste fundament zegt, ik zal het eerst in het Arabisch zeggen en dan zal ik het vertalen. El muslim ma'murun bittathabbuti fi ma yasma'u min al-akhbar. Idh laysat kullu ad-da'awa allati tutharu 'ala hukkam al-muslimin sahihah, fayajibu at-ta'akkudu min sihhati al-khabar. Het eerste fundament zegt dat een moslim, dat het verplicht voor hem is om de berichten of het nieuws wat hij hoort te controleren, te onderzoeken, te verifiëren. Want niet elke aanklacht over de regeringsleiders, de islamitische regeringsleiders, die aan de kaak wordt gesteld, is waar. فَيَجِبُ التَّأَكُّدُ مِنْ صِحَّةِ الْخَبَرِ. Dus het is verplicht om die khabar, die nieuws of dat bericht te onderzoeken. Want beste broeders en zusters, hoeveel berichten vandaag de dag die wij lezen of die wij horen, die blijken achteraf helemaal niet eens waar te zijn. En jammerlijk genoeg is het zo dat vele moslims de berichten die hij leest in de krant of op het nieuws, dat hij niet eens aarzelt om even deze te controleren. Hij neemt ze klakkeloos over. En als wij verplicht zijn om het bericht van een fasiq te controleren, hoe zal het dan zijn met het bericht van een ongelovige? Want de moslims in deze tijd, waar halen zij hun berichten vandaan? Of uit de ongelovige kranten, of uit die Joodse televisiezender genaamd Al Jazeera. Maar beter gezegd, Al Jazeera of Al Qatira of Al Haqira. En dit is een Joodse televisiezender. En dit is niet mijn mening, maar dit is de mening van de grote geleerde Salih al-Suhaimi. Die heeft dit duidelijk kenbaar gemaakt. Dat de moedier, degene die dit televisiekanaal bezit, van Joodse afkomst is. Maar moslims in deze tijd, die nemen alles wat er op die zender te vertellen is, die nemen ze letterlijk over zonder maar te aarzelen om dit te controleren. En Abdulaziz Ali Sheikh, de mufti van de Mamelijke Al-Arabiya Saoediya, die heeft
gewaarschuwd voor deze televisiezender. En ook de grote geleerde Salih al-Fawzan. En ga zo maar door. Dus beste broeders en zusters, het is heel belangrijk dat wij het nieuws en de berichten die afkomen van al-Fasiq, laat staan al-Kafir, dat we die grondig onderzoeken en kijken of deze wel kloppen. Het bewijs hiervoor is qawlullah azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in deze vers: o jullie die geloven, als er een fasiq tot jullie komt binaba'in, ay met een bericht, met nieuws, fatabayyanu, controleer deze al-ghabar, onderzoek of het klopt. En tusibu qawman bijahala, anders treffen jullie een volk met ramp uit onwetendheid. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, waarna jullie spijt zullen krijgen over datgene wat jullie hebben gedaan. De grote geleerde al-imam al-Sa'di die zegt over deze vers: وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها. Hij zegt hier, ook deze vers die we net hebben gereciteerd is een van de omgangsvormen die verplicht is om te praktiseren en te gebruiken voor elke bezitter van verstand. وهو, dan gaat hij uitleggen wat het is. أنه إذا أخبرهم فاسقون. Als er iemand, als er een fasiq met een bepaald bericht komt of nieuws, en je tathabbatu, dat zij deze khabar controleren en onderzoeken en kijken of die waar is. فلا يأخذوه مجردا. En het is niet toegestaan om dit zomaar over te nemen zonder onderzoek te doen. Waarom niet? فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ خَطَرًا كَبِيرًا وَوُقُوعًا فِي الْإِثْمِ. Waarom niet? Omdat dit brengt een heel groot gevaar met zich mee. En het leidt tot dat degene een zonde, een grote zonde pleegt. Dit is het eerste fundament. Het tweede fundament is: أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا في حالة مواقعته للكفر البواح. Het tweede fundament van أهل السنة والجماعة is dat zij, أي de geleerde van أهل السنة والجماعة, unaniem erover eens zijn, er is geen meningsverschil hierover, dat een خروج, het in opstand komen tegen de islamitische regeringsleiders, dat niet toegestaan is. Alleen maar in één geval, als hij valt in, of als hij een ongelovige daad pleegt, al-bawah. Bawah wil zeggen een hele duidelijke, die voor iedereen zichtbaar is, dat die daad ongelovig is. Zoals de zon voor iedereen zichtbaar is. En het is belangrijk om hierbij te vertellen dat zelfs in dit geval het niet altijd toegestaan is om een khuruj te doen. Maar daar zullen we terug op komen bij punt 4. Bij het vierde fundament. Het bewijs hiervoor is wat al-imam al-Nawawi heeft gezegd. Hij zegt: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. أي het in opstand komen tegen de islamitische regeringsleiders en hen bestrijden, dat is haram بإجماع المسلمين. Dat is verboden zonder dat daar enige meningsverschil over is. وإن كانوا فسقة ظالمين. Ook al zijn zij فسقة en
onrechtvaardige leiders. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت. Dit zegt al-Imam al-Nawawi. En er zijn verschillende ahadith, overleveringen, die dit beamen. وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْعَزَلْ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ. En أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَ zijn het erover eens, zonder meningsverschil, dat zo'n leider, die onrechtvaardig is, die een fasiq is, niet ontheven mag worden van zijn functie, omdat hij een fisq heeft gepleegd. Maar beste broeders en zusters, wat houdt een khuruj eigenlijk in? Want we hebben gezegd in dit fundament, ajma'a ahlu sunnah ala annahu la yajuzu al-khuruj. Al-khuruj, het in opstand komen, heel veel mensen denken dat dit alleen maar het geval is als iemand een pistool pakt of een zwaard en daarmee de regeringsleiders te lijf gaat. Dit klopt niet, beste broeders en zusters. De grote geleerde Salih al-Fawzan, hafidhahullah, die zegt hierover: Al-Khuruju ala wulati al-umur yakunu bil-i'tiqad wa bil-qawl wa yakunu bil-fi'l. Ey, het in opstand komen tegen zo'n regeringsleider, dat kan met het hart. Dus je hebt eigenlijk drie vormen. Met het hart, of met het woord, of met een daad. Hij gaat verder. وَإِذَا اَعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى وُلَاتِ الْأُمُورِ وَأَنَّهُ لَا طَاعَةَ عَلَيْهِ لَهُمْ إِذَا اَعْتَقَدَ هَذَا وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ فإن هذا خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة لولاة الأمور. Hij zegt hier, als iemand van mening is, of hij is ervan overtuigd dat het toegestaan is om een خروج te doen tegen een islamitische regeringsleiders, of tegen een islamitische regeringsleider. Dus als hij dat denkt met het hart, zonder dat hij dat heeft omgezet in het woord of in een daad, dan pleegt hij khuruj. Dat zegt deze grote geleerde, al-imam al-Fawzan, rahimahullahu azza wa jal. Hij gaat verder. وَإِذَا تَكَلَّمْ وَقَالْ إِنَّ وَلِيَّ الْأَمَرْ لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فَهَذَا خُرُوجٌ بِالْقَوْلِ. En als hij zegt, deze regeringsleider, het is niet voor mij verplicht om hem te gehoorzamen, dan pleegt hij een khuruj in het woord. وَإِذَا حَمَلَ السِّلَاحِ كَانَ ذَلِكَ أَشَدَّ وَشَقًّا لِلْعَصَى. Ey, als hij nog een stap verder gaat, en zijn zwaard pakt, of zijn wapens, en daarmee te strijd gaat, met zo'n regeringsleider, dan pleegt hij de ergste vorm van ongehoorzaamheid ten opzichte van zijn islamitische leider. فالخروج, zegt hij, صالح الفوزان حفظه الله عز وجل, يكون بالاعتقاد, dus met het hart, والكلام, met het woord. Dan geeft hij weer een voorbeeld, zegt hij, كأن يتحدث في المجالس ويسب ولاة الأمور ويقول هؤلاء ليس لهم سمع ولا طاعة. En dit gebeurt heel veel, beste broeders en zusters, tussen heel veel moslims. Als zij bij elkaar komen, praten zij slecht over hun islamitische leider, of over hun islamitische leider, en zij vervloeken deze. Dit is een khuruj bil qawl. En dan gaat hij verder. وَيَكُونُ بِالْفِعَلْ. En het kan ook zo zijn dat hij een khuruj doet met een daad. وَذَلِكَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ. En dat is op het moment dat hij wapens grijpt
om deze islamitische leider te bestrijden. وذلك بحمل السلاح على المسلمين وإمامهم. Dus dit is de kalam van deze grote geleerde Salih Fawzan, waaruit blijkt dat al-Khuruj met drie of in drie categorieën voorkomt. De eerste categorie met het hart, de tweede categorie met het woord en de derde categorie met het daad. Oké, het derde fundament. Het derde fundament zegt: Leise kullu men waqa'a fil kufr asbaha kafiran. Idh qad yujadu 'inda al waqi'i fil kufr ma yamna'u min takfirihi. Ay, niet elke moslim die een daad van ongeloof pleegt, wordt daarmee een ongelovige. Een hele belangrijke stelregel, beste mensen. إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره. Waarom? Omdat het zo kan zijn dat op het moment dat hij deze daad verricht, ongelovige daad, dat er iets aanwezig is dat ons, en met ons bedoel ik de geleerden, weerhoudt om het tekfir van hem te maken. Want het kan zo zijn, beste mensen, dat zo'n persoon onwetend is over die daad die hij verricht. Het kan zijn dat hij niet die intentie had. Het kan zijn dat hij gedwongen werd. Het kan zijn dat hij een overlevering of een vers uit de Koran verkeerd geïnterpreteerd heeft. Dat zijn allemaal zaken die van invloed zijn op het wel of niet verklaren van een persoon die een ongelovige daad verricht, om hem als ongelovige te bestempelen. En de geleerden zijn het om deze zaken door te nemen. En een belangrijk bewijs hiervoor eigenlijk, dat gaat over de Jahmiyyah. De Jahmiyyah, beste broeders en zusters, is een hele afdwalende, belangrijke groepering die de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen. En dat is een koffer. Dat is een koffer. Maar wat zegt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah over hen? Hij zegt, en let op beste mensen, hij zegt, en hè, الشيخ الإسلام ابن تيمية لو وافقتكم كنت كافرا أي als ik zou zeggen wat jullie nu zeggen dan zou ik een ongelovige zijn لأني أعلم أن قولكم كفر waarom? Omdat ik weet dat wat jullie zeggen dat kufr is ongeloof dan gaat hij verder وأنتم عندي لا تكفرون. Maar jullie, ik maak geen tekfir van jullie. Waarom niet? لأنكم جهال. Omdat jullie onwetend zijn. Dus onwetendheid is een belangrijke aspect bij dit verhaal. En ook imam Ahmed, degene die zijn levensverhaal goed heeft doorgenomen, vooral dat gedeelte wat betrekking heeft op de mihna van al-qawl bil-khalq al-Qur'an, die weet dat de islamitische leider in die tijd, die dwong hem om te zeggen dat al-Qur'an maghluq is. En iemand die dat zegt, dat is een koffer, al-Qur'an maghluq. Maar toch, heeft de imam Ahmed takfir van hem gemaakt? Heeft hij tegen de mensen gezegd, jullie moeten al-Khuruj doen? Heeft hij niet gedaan. Daarom die al-qissa, dat verhaal van imam Ahmed, vooral met die islamitische leiders, is een hele belangrijk bewijs voor ons dat hij, al-imam Ahmed, twee belangrijke stelregels heeft gepraktiseerd van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. De eerste is dat hij niet heeft uitgenodigd naar al-Khuruj. Met de kennis dat de
islamitische leiders hem dwongen tot al-kufr. En de tweede belangrijke stelregel is dat hij die islamitische leider niet heeft gehoorzaamd in zijn bevel om al-kufr te zeggen. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Deze twee belangrijke stelregels heeft imam Ahmed duidelijk gepraktiseerd in zijn leven, vooral als het gaat om al-mihna van al-qawl bi khalq al-Qur'an. Het vierde fundament en die heeft te maken met het tweede fundament, die zegt al-khuruju ala al-hakim al-kafir leysa ala itlaqihi bel huwa mashrut. Ey, als het eenmaal vastgesteld is, niet door wij of door ons, maar door geleerden, dat een betreffende islamitische leider ongelovig is geworden. Als dat eenmaal vastgesteld is, is het dan toegestaan om een khuruj te doen, of zijn er een aantal voorwaarden die daarmee gepaard gaan? Er zijn drie voorwaarden. De eerste voorwaarde is al-qudra ala izalatihi. Dat de mensen in staat zijn om hem weg te halen van zijn troon. De tweede voorwaarde is dat zij als alternatief een moslim hebben. Een moslim gaat de functie van die ongelovige islamitische ongelovige leider overnemen. En de derde voorwaarde, misschien wel de belangrijkste, لا تترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر. Derde voorwaarde is dat die خروج, het in opstand komen tegen die leider die ongelovig is geworden, als die gepaard gaat met bederf, verderf of ravage of verwoestingen die meer zijn dan als die ongelovige leider zal blijven. Als dat het geval is, is het niet toegestaan om al-Khuruj te doen. En Sheikh al-Islam van deze tijd, de grote geleerde Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu azza wa jal, zegt dit heel duidelijk. Hij zegt إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. Hij zegt hier, als de moslims eenmaal die al-kufr al-bawah, die duidelijke daad van ongeloof hebben vastgesteld en gezien, dan is het toegestaan om al-khuruj te doen op deze leider, als zij daartoe in staat zijn. Amma ila lam yakun indahum qudra fala yakhruju. Als zij niet in staat zijn om al-khuruj te doen of om die leider te vervangen door iemand anders, dan is het niet toegestaan. أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. أي of deze الخروج die gaat gepaard met verderf en ravage die groter is dan als die leider, die ongelovige leider, zou blijven. Dus dit is het derde fundament. Of vierde. Vierde. Dus het vierde fundament heeft te maken met het tweede fundament. Dus als er een leider, als er vastgesteld is dat hij een koffer al-bawah heeft gepleegd, dat wil niet zeggen dat het automatisch is toegestaan om al-khuruj te doen
Maar dan moet je denken aan deze drie voorwaarden. Dat is wat betreft de fundamenten van Ahlus Sunnah wal Jama'a. En dan gaan we nu verder met de shubuhat die de mensen van Ahlul Bid'ah altijd aan de orde stellen. En natuurlijk zijn er heel veel shubuhat, maar ik zal de belangrijkste met jullie doornemen. De eerste shubha is ta'nuhum fil hukam bi hujja annahum adaa'u amwaal ad-dawla. Eerste shubha is dat zij zeggen dat het toegestaan is om een islamitische leider te vervloeken, uit te schelden, over hem te praten. Waarom? Zij zeggen, de bewijs hiervoor is dat zij, dus die islamitische leiders, het geld van de staat of van dat land hebben gestolen en hebben verspild. Dit is de eerste shubha. Allereerst, beste mensen, is het belangrijk om te weten dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit heeft aangegeven in zijn tijd. Hij heeft gezegd in het hadith van Usayd ibn Hudayr, heeft hij gezegd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en het hadith zit in al-Bukhari en in Muslim, innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Hey, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, innakum satalqawn, jullie zullen treffen, ba'di, hey, na mijn dood. Wat zullen zij treffen? Athara. Athara, dat is onverdeeld eigendom. Dat is dat een islamitische leider geld afpakt van de bevolking en deze bijvoorbeeld gebruikt voor privé doeleinden. Of dat hij de ene benadeelt ten opzichte van de ander. Al deze vormen die vallen onder athara. Wat heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd? Fasbiru. Heeft hij gezegd, jullie moeten de straten opgaan? Heeft hij gezegd, jullie moeten een goeroes gaan plegen? Hij zegt, fasbiru. Is een amr van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zoals jullie weten, een amr yadullu ala al-wujub. Een amr in de usul al-fiqh geeft aan dat het verplicht is. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawb. Ey, heb geduld totdat jullie mij treffen bij al-hawb. Ibn Hajar, rahimahullahu azza wa jal, bij het behandelen van deze overlevering zegt hij dat deze overlevering drie fawaid kent. De eerste fa'ida is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam over iets heeft bericht wat in de toekomst zal gaan gebeuren. De tweede fa'ida is dat hij heeft gezegd dat datgene wat er zal gebeuren, dat is wat ik net heb uitgelegd. Athara, onverdeeld eigendom. En de laatste fa'ida, en dat is waar het om draait, is het bevel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wanneer dit plaatsvindt, dat mensen geduldig moeten zijn. En imam al-Nawawi, bij het behandelen van deze overlevering, zegt hij, وَحَاصِلُهُ الصَّبْرُ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Hey, de conclusie van deze overlevering is geduldig zijn als het gaat om hun onrechtvaardigheid. وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ طَاعَتُهُمْ بِظُلْمِهِمْ. En het feit dat zij onrechtvaardig zijn, geeft jou niet het recht om niet te gehoorzamen. Bilaks, het is verplicht om te gehoorzamen. Dit is de eerste overlevering. De tweede overlevering, dat is de overlevering van Abi Huraira radiyallahu an. Die zit ook in Sahih al-Bukhari en Muslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, alayka as-sam'u wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alayk.
Hij, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt: je bent verplicht om te luisteren. Verplicht om te gehoorzamen aan de islamitische regeringsleiders. Fi usrika wa yusrik. Ey, in moeilijke tijden voor jou of in makkelijke tijden. Wa man shatika wa makrahika. Ey, ook al ben je daarmee tevreden of niet. Ook al vind je dit leuk of niet. Wa atharatin alayk. En zelfs mocht je benadeeld worden in je rijkdom of in je bezittingen, moet je gehoorzamen. Dat is de tweede overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarmee is deze shubha helemaal komen. Of is ze helemaal verdwenen. Oké, wat is daar? Wie kan nu in het kort weerlegging geven op de eerste shubha? Wat heeft het de bedoeling dat jullie wel iets opsteken? Niet dat ik alleen maar aan het praten ben en jullie gaat in de ene oor erin en de andere oor eruit. Dus als iemand tegen jullie zegt, het is toegestaan om de islamitische leiders om slecht over hun te spreken, omdat zij het geld van de dolen hebben gestolen, wat zeggen wij dan? Dus twee overleveringen die kun je gebruiken als weerlegging. En natuurlijk kun je ook terugkeren naar de eerste vier fundamenten. De eerste vier fundamenten, zoals ik heb gezegd, zijn een algemene weerlegging op elke shubha. Oké, tweede shubha. Tajwizuhum al-khuruj ala al-hakim al-fasiq. Tweede shubha is dat zij zeggen dat het toegestaan is om al-khuruj te doen als het gaat om een leider, een islamitische leider die veel zondes pleegt. Een fasiq. Wat is hun bewijs? Hun bewijs is de overlevering die staat in Ibn Hibban. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam het volgende zegt. Hij zegt: isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa makrahika wa atharatin alayk wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa an takuna ma'siyatan lillahi bawahan. Hij zegt hier, de profeet sallallahu alayhi wa sallam: luister en gehoorzaam in goede en slechte tijden, ook al ben je niet tevreden, ook al word je benadeeld, ook al wordt jouw geld afgepakt en ook al word je geslagen op je rug. Illa, nu komt de uitzondering. En te koene ma'siyatan lillahi bawahan. Alleen als er sprake is, niet van een koffer, maar van een ma'siya. Van een zonde, bawahan, een hele duidelijke, voor ieder waarneembare zonde. En deze overlevering, die staat ook in al-Bukhari en al-Muslim, maar in plaats van al-Ma'siya staat al-Kufr. Voordat we een weerlegging op deze overlevering gaan geven, wie kan mij nu een weerlegging hierop geven? Want dit is een heel sterk bewijs voor hun. Nou, nadat dit لكن إذا كان الحديث صحيحا أنا أظن يسمى حديث السعام والأمر حديث السخاص يعني معصية سعامة وهذا الحديث أخذ النسخ الأخر لأن هاي دارت سبيسيفيك خزيخ تتخاطم كفر والله بتأنفرد بدودة المعصية هي برد ما بدودة الكفر يعني نعم أحسن ده أين فان ده weerleggingen op deze shubha. Dat al-ma'siya, hiermee wordt bedoeld al-kufr. Dat klopt ook, al-ma'siya is al-kufr. Dat is een van de weerleggingen. Tweede weerlegging, die zegt dat deze ziyade die Ibn Hibban heeft overgeleverd niet sahih is. En de derde, en die vind ik persoonlijk het sterkste,
is dat zij zeggen, dat wij zeggen, dat we goed naar de context moeten kijken. Want we gaan nu even de overlevering van al-Bukhari en Muslim erbij halen, en dan zullen jullie het verschil zien. In al-Bukhari en Muslim is die al-hadith overgeleverd door Ubada ibn Samit. Hij zegt, da'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fabaya'nahu, fakana fima akhada alayna, أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. What betekent dat? وأن لا ننازع الأمر أهله. أيوه, niet in opstand komen met degene die aan de macht is. Niet in strijd met hem gaan over de macht. Illa en tarou kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. We hebben nu deze twee overlevingen voorgelezen. Wie kan mij nu een weerlegging geven die wij net niet hebben genoemd? Die vind ik persoonlijk de beste en de sterkste weerlegging aan. Nou, achsend. Heel goed gedaan. De eerste overlevering, als je goed gaat kijken, staat er. Isma' wa ati'a. Illa en tekuna ma'asiyatan lillahi bawaha. Dat wil zeggen dat je moet gehoorzamen en luisteren. Alleen in één geval. Als hij jou dwingt of beveelt om een ma'asiyat te plegen. In dat geval mag je hem niet gehoorzamen. Die eerste overleving die gaat helemaal niet over het geroes. Die gaat over het gehoorzamen en luisteren. Maar die tweede, die gaat over het geroes. Want hij zegt, وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. En dit is de sterkste weerlegging. Dus die eerste overlevering, die heeft niet te maken met het geroes. Die heeft te maken met het sema. Dat je moet luisteren en gehoorzamen. Dat moeten wij altijd. Alleen maar in één geval mag dat niet. Als hij ons beveelt om een ma'asiyah te plegen. Maar die tweede overlevering die gaat over een guruj. Een guruj is niet toegestaan. Illa en tarou kufran bawahan. Alleen in één geval. Als er een kufr al-bawah. Als hij in een kufr al-bawah valt. Met die voorwaarden die we net hebben genoemd. Begrijpen jullie de het verschil tussen die eerste en die tweede overlevering? Precies. Ahsend. Dat zijn ook in één keer de twee fundamenten, stelregels. Die imam Ahmed heeft gepraktiseerd. Derde shubha. Tajwizuhum al-khuruj ala al-hakim al-zalim. Is dat zij zeggen dat het toegestaan is om al-khuruj te doen als die leider, die islamitische leider, onrechtvaardig is. Deze heeft een beetje te maken met de vorige. Maar hier komen ze met andere bewijzen. Wat zijn hun bewijzen? Zij zeggen, we hebben sommige van de zelf die dat hebben gedaan. Wie zijn dat dan? Al-Hussein, Ibn Ali, Ibn Zubayr. En sommige van de tabi'een in de tijd van al-Hajjaj, Ibn Yusuf, al-Thaqafi. Deze van zichzelf hebben al-Khuruj gedaan, zeggen zij. En dit is het bewijs dat wij ook al-Khuruj mogen doen als het gaat om een hakim, een islamitische leider, die niet rechtvaardig is. Voordat we een weerlegging gaan geven op deze shubha, is het belangrijk dat wij als stelregel hanteren. Als er een meningsverschil is, dat we altijd terugkeren naar het Koran en naar de Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in deze vers, O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah subhanahu wa ta'ala en gehoorzaamt de profeet sallallahu alayhi wa sallam
en de mensen onder jullie die met gezag bekleed zijn. En als jullie, dus wij, over iets van mening verschillen, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, leg dit dan voor bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent dat je terug moet keren naar de Koran, wal-Rasool, en terug moet keren naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij nog leefde. Na zijn dood terugkeren naar de sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ey, als jullie geloven in Allah subhanahu wa ta'ala en in de laatste dag. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Dat is beter en een betere afsluiting. Ten tweede, als wij terug gaan keren naar de Koran en vooral naar de sunnah, dan zien wij, ik zeg niet één overlevering, maar tientallen overleveringen die een khuruj verbieden, alleen in één geval, als die islamitische leider in een kufr al-bawah valt, met die voorwaarden die we net hebben genoemd. Ik heb al een aantal overleveringen genoemd, maar ik noem er nog één. Dat is de hadith van Ibn Abbas, en die staat ook in al-Bukhari en Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Men ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu fal yasbir, fa inna man faraq al-jama'a shibran fa mat fa mitatuhu mitatan jahiliya. Hij zegt hier, de profeet sallallahu alayhi wa sallam: als jullie iets zien van jullie islamitische leider dat jullie verafschuwen, dat jullie niet leuk vinden, dat jullie pijn doet, fel yasbir, heb dan geduld. Fa inna man faraq al jama'a shibran, degene die de jama'a verlaat, shibran, een handsbreedte, en doodgaat, die gaat dood zoals de mensen in een jahiliya doodgingen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wie weet dat? Ja, maar wat wil dit aangeven? Mieteten jahiliya, omdat de mensen in de jahiliya die kenden geen imam. Dat is de eerste reden. De tweede reden, om aan te geven dat zo'n persoon doodgaat op afdwaling. Hij gaat dood met een zonde, met een grote zonde. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon uit de islam is getreden. Dat moeten we goed onderscheiden. Dus hij vergelijkt zijn dood met de dood van de mensen van de jahiliya om twee redenen. Omdat de mensen in de jahiliya, die kenden geen islamitische leider. Die kenden zij niet. Dat heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ingevoerd. En de tweede, om aan te geven dat zo'n persoon, als hij zo doodgaat, dat hij doodgaat op een grote afdwaling. Hij is sterk afgedwaald en hij heeft een grote zonde begaan, maar hij blijft moslim. Hij blijft moslim. Ten derde, hebben wij net gezien in de overlevering van Ibn Samit, dat de khuruj alleen maar is toegestaan als er een kufr al-bawah plaatsvindt van die leider, met de voorwaarden die we net hebben genoemd. Oké, dit zijn drie weerleggingen op deze shubha. En dan gaan we nu in op de bewijzen die zij aanvoeren. Vooral de bewijzen die betrekking hebben op dat sommigen zelf een khuruj zouden hebben gedaan. En ik neem al-Hussein ibn Ali met ibn Zubair samen. Want het was dezelfde tijd. Het verhaal van al-Hussein ibn Ali is een lang verhaal. Maar het komt erop neer dat hij veel brieven kreeg
toen Yazid ibn Muawiyah aan de macht kwam, omdat Muawiyah radiyallahu an, toen hij overleed, heeft hij zijn functie gegeven aan zijn zoon. En dat was natuurlijk in al-Sham. En al-Hussein ibn Ali, die was in Mekka. En toen hij veel brieven kreeg van de mensen van al-Iraq, waarin zij om hem vroegen, en waarin zij tegen hem zeiden, we willen jou als islamitische leider. In het begin aarzelde hij, yani al-Hussein ibn Ali. Maar later, toen de brieven steeds meer waren, hij kreeg steeds meer brieven, toen besloot hij om richting al-Iraq te gaan. Omdat die mensen tegen hem zeiden, en hem ook hebben voorgelogen van, we hebben geen imam hier. En we willen jou graag als imam hebben. Dat is één. Ten tweede moeten wij weten dat grote sahaben hem hebben gewaarschuwd om te gaan. Ibn al-Athir die zegt hierover, فَأَتَاهُ كُتُبْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. Hey, toen de brieven eenmaal aan al-Hussein ibn Ali werden gestuurd, وَهُوَ بِمَكَّةَ, was hij in Mekka. فَتَجَهَّزَ لِلْمَسِيرِ. Toen maakte hij zich op voor de reis. فَنَهَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ. Er was een grote groep die hem, die tegen hem zei, je moet niet gaan. مِنْهُمْ أَخُوهُ, zijn broer, Muhammad ibn al-Hanafiyya. وَمِنْهُمْ ibn Umar, radiyallahu anhuma. وَبْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرُهُمْ. Deze personen hebben hem al, hebben hem gewaarschuwd om te gaan. Om niet te gaan, afwan, ahsad, om niet te gaan. En Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zegt hierover, وَلِهَذَا لَمَّا أَرَادَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن لا يخرج. بابي ابن عمر وأن بابي ابن عباس وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أن zijn broer Mohammed ibn al-Hanafiyya. Deze, die waarschuwde hem en zeiden tegen hem, je moet niet gaan. Ibn Abbas, die zegt hierover, radiyallahu anhuma, istasharani al-Hussein ibn Ali, radiyallahu an, fil khuruj. Hij vroeg hem om advies. Hij vroeg aan Ibn Abbas om advies, al-Hussein ibn Ali. Faqultu, toen zei Ibn Abbas tegen hem, lawla أن يزري بي الناس وبك لأنشبت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. Hij zegt, als ik mezelf niet belachelijk zou maken voor de mensen, en als ik jou niet belachelijk zou maken voor de mensen, dan zou ik mijn handen vastzetten in je hoofd, zodat je niet zou gaan. Dat zegt Ibn Abbas over al-Hussein ibn Ali. Ibn Umar, toen hij te horen kreeg dat al-Hussein onderweg was naar al-Iraq, ging hij hem achterna. 3 dagen lang, totdat hij hem bereikte. Toen zei hij tegen al-Hussein, je moet niet gaan. Yani 3 dagen lang zit hij hem achterna. En toen hij hem eenmaal bereikte, zei hij tegen hem, je moet niet gaan. Maar al-Hussein ibn Ali wilde niet naar hem luisteren. En hij liet hem de brieven zien van de mensen van al-Iraq. En toen zei Ibn Umar het volgende. Voordat hij dat zei, huilde hij, Ibn Umar. En omhelste hem, al-Hussein ibn Ali, toen zei hij, istawda'aka Allahu min qatil. Zei hij tegen hem, vaarwel, net die afscheid van hem nam. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou behoeden voor de dood. Net of hij wist dat hij niet meer terug zou komen. En dat is ook gebeurd. Abdullah ibn Amr ibn al-As
ook hij was van die groep die hem verbood om te gaan. Hij zegt, عجل الحسين رضي الله عن قدره. Hij heeft al qadr heeft hij bespoedigd. Wallahi, لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني. Hij zegt, als ik hem zou bereiken, als ik hem te pakken zou krijgen, zou ik hem niet laten, alleen als hij van mij zou winnen. Dat zegt Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abu Sa'id al-Khudri, ook hij heeft hem gewaarschuwd. Hij zegt het volgende tegen Hussein: Ya Aba Abdullah, inni lakum nasih. Ik wil jou adviseren. Wa inni alaykum mushfiq. Ik heb met je te doen. Wa qad balagani annahu qad katabaka qawmun min shi'atikum bil Kufa. Ik heb te horen gekregen dat mensen van al Kufa jouw brieven hebben gestuurd. Yad'unaka ila al-khuruj, die jou uitnodigen om naar hun toe te gaan. Toen zei hij, فَلَا تَخْرُجْ إِلَيْهِمْ, niet naar hun gaan. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ, ik heb jouw vader, wie zijn vader? Ali, radiyallahu anhu, horen zeggen over Irak, over die mensen daar, وَاللَّهِ لَقَدْ مَلَلْتُهُمْ وَأَبْغَضْتُهُمْ وَمَلُّونِي وَأَبْغَضُونِي. Dus Ali radiyallahu anhu zegt over de mensen van Irak, ik heb genoeg van hen, ik haat hen. En zij hebben genoeg van mij en zij haten mij. Dus dit in het kort de weerlegging op de al-Khuruj van al-Hussein ibn Ali en ibn Zubayr. Wat betreft sommige tabi'in in de tijd van al-Hajjaj ibn Yusuf. Allereerst moeten we weten dat al-Hajjaj ibn Yusuf een onrechtvaardige islamitische leider was. En imam al-Nawawi die geeft de eerste weerlegging op deze shubha. De eerste weerlegging op deze shubha is dat hij zegt, imam al-Nawawi, nadat hij de overleveringen van die tabi'een die al-Khuruj hebben gedaan in de tijd van al-Hajjaj ibn Yusuf, nadat hij die overlevering had behandeld, zegt hij het volgende. Al-Imam al-Nawawi. Hij zegt, Qiyamuhum ala al-Hajjaj leysa bi mujarrad al-fisq. Bel lemma ghayyara min al-shar' wa zahara al-kufr. Hij zegt, die mensen, die tabi'een die in opstand zijn gekomen tegen al-Hajjaj, die hebben het niet gedaan omdat hij onrechtvaardig was. Nee, omdat zij van mening waren dat hij ongelovig was geworden. Daarom zegt Qatada, zegt Qila li Sa'id ibn Jubair, kharajta ala al-Hajjaj, ben je in opstand gekomen tegen al-Hajjaj? Wat zegt Sa'id ibn Jubair, rahimahullah wa azza wa jal, hij zegt, qal, inni wallahi, ma kharajtu alayhi hatta kafar. Ik ben pas in opstand gekomen totdat ik heb vastgesteld dat hij ongelovig was geworden. Wa qal al-A'mash, ikhtalafu fil al-Hajjaj. De mensen die verschillen van mening, de tabi'oon die verschillen van mening over al-Hajjaj. Fasa'alu mujahidan. Mujahid is een van de grootste tabi'een. Ze gingen hem vragen. Toen zei hij, tes'aluna ani sheikh al-kafir. Jullie vragen mij over iemand die kafir is. Al-Sha'bi zegt, al-Hajjaj mu'minun bil-jibti wa taghut. Kafirun billahi al-azim. Dus sommige van de tabi'een, die waren van mening dat hij kafir was. En daarom hebben ze al-Khuruj gedaan. Maar de meerderheid van de tabi'een, en dat is ook de mening van Abdullah ibn Umar, en ook van Anas ibn Malik, is dat zij van mening waren, en dat is denk ik ook de meest juiste mening, dat hij niet ongelovig is geworden, maar dat hij wel een zware, onrechtvaardige leider was. En daarom ibn Umar, die bad altijd achter hem. En ook Anas ibn Malik. Maar
deze mensen, of deze tabi'oen, die het khuruj hebben gedaan, die hebben dat gedaan. Waarom? Omdat ze van mening waren dat hij in al kufr al bawah was gevallen. Dit is de eerste weerlegging. De tweede weerlegging is wat al-Qadi Iyad naar voren heeft gebracht, die al-imam Nawawi heeft genoemd in Sharh Muslim. Hij zegt, waqil, inna hadha al-khilaf kana awwalan. ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. And this is ook the meaning van Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en ook van Ibn Hajar. Die zei van mening dat in het begin, vooral in het begin, de begintijd van de waqt van het tabi'in, het toegestaan was als een leider zalim was om een khuruj te doen. Daarna is die ijma' pas gekomen. Dat is een tweede weerlegging. En dit was de derde shubha, die hebben we hierbij dan ook afgehandeld. Shubha al-Rabi'a, de vierde shubha, en dat is een hele belangrijke, beste mensen, die vooral speelt in deze tijd, is dat zij zeggen dat de islamitische regeringsleiders ongelovig zijn omdat zij niet regeren met de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. Allereerst is het heel belangrijk om te weten, en heel veel mensen die weten dit niet. Het is heel belangrijk om te weten dat al-hukum bi ghayri ma anzal Allah, is dat je regeert met wetten van iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala, dat deze zaak is niet alleen maar voor al-hukam. Het is niet alleen maar voor regeringsleiders. En diegene die dat denkt, is een hele grote onwetende. Deze zaak, ook een islamitische rechter, die valt daaronder. En ook wij vallen daaronder. Daarom, toen Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zei, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. In een andere vers, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. In een andere vers, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Let op wat hij zegt. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Men, dat noemen ze in het Arabisch, ism mawsool. En de stelregel geldt, of de stelregel die zegt dat een ism mawsool يُفِيدُ الْعُمُوم. Dat een ism mawsool, dus men, is niet specifiek, is in het algemeen. Dus daar valt een regeringsleider onder. Daar valt een islamitische rechter onder. Daar vallen wij onder. En misschien dat iemand gaat zeggen nee. Want deze vers is geopenbaard. Voor leiders van el Yahud van Nasara. Als je gaat kijken naar het tafsir van deze vers. En dat klopt ook. De sebeb nuzul. Waarom deze vers is geopenbaard, die heeft betrekking op een leider van al-Yahud en al-Nasara. Het antwoord daarop is heel simpel. Een van de stelregels van tafsir is dat al-ibra bi'umumi lafd la bi'khusus al-sabab. Als er een openbaring komt die een specifieke reden heeft waarom die is geopenbaard, dan is die vers en die openbaring, die geldt niet alleen maar voor die persoon, maar voor iedereen die daaronder valt. Al-ibra bi'umumi lafd la bi'khusus al-sabab. Dit ten eerste. Dus als deze mensen met deze shubha komen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat elke persoon die niet regeert met de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala een ongelovig is. Dus ook heel veel van ons. Misschien iedereen. Want wie regeert, is dan iemand die altijd regeert met de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. En het ergste is die mensen die altijd met deze shubha komen. Als je naar hem kijkt, dan kun je misschien al 10 of 15 grote zondes bij hem constateren. Of hij scheert zijn baard. Of hij is musbil. Tayyib, je praat over al-hukum yghayri ma anzalallah. Waar heb je jezelf gelaten dan? Dat ten eerste. Ten tweede,
deze vers, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Deze vers moeten wij niet letterlijk opvatten. Daarom zegt Ibn Abd al-Barr, rahimahullah azza wa jal, hij zegt over deze vers, وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. Hey, een grote jama'a, groep van Ahli al-Bid'ah, zijn afgedwaald. Min al-Khawarij wal-Mu'tazila. Zoals de Khawarij en de Mu'tazila. Fi hada al-bab, in deze zaak. Fahtajju bi ayatin min kitabillah. Hey, ze komen met bewijzen uit al-Quran. Leyset ala zahiriha. Leyset ala zahiriha. Die wij niet letterlijk moeten opvatten. مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Daarnaast hebben we in het derde fundament geconstateerd. Wie kan het derde fundament terughalen? Wat hebben we in het derde fundament gezegd? Dat niet elke persoon, elke moslim die een ongelovige daad, dat was het derde fundament, toch? Dat hij daarmee automatisch ongelovig wordt. Het is ook weer een weerlegging op deze shubha. Daarom is het heel belangrijk, beste mensen, dat wij weten dat het hukm bi ghayri ma anzalallah, dat het regeren met de wetten naast Allah subhanahu wa ta'ala, dat je die kunt verdelen in vier categorieën. Daarom de grote geleerde Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz zegt hierover: Men hakama bi ghayri ma anzalallah, fala yakhruj an arba'ati umur. Er zijn vier vormen, vier categorieën. De eerste categorie zegt hij: Men qaal ana ahkumu bi hada li'annahu afdalu min ash-shari'ati al-islamiyyah fa huwa kafirun kufran akbar. Hij zegt de eerste, dat is degene die zegt: Ik regeer met deze wetten, dus van hemzelf. Waarom? Omdat ze beter zijn dan de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze persoon is kafir, kufran akbar. De tweede, dat is degene die zegt: Ana ahkum bi hada li'annahu mithlu ash-shari'ati al-islamiyyah. Fal hukmu bi hada jaiz. وَبِالشَّرِيعَةِ جَائِزْ فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَرْ. De tweede is diegene die zegt: Ik regeer met deze wetten van hemzelf. Waarom? Omdat ze dezelfde positie hebben als de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is voor mij toegestaan om hiermee te regeren of om met de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala te regeren. Deze persoon is ook kafir, grote vorm van al-kufr. De derde: ومن قال انا احكم بهذا والحكم بالشريعه الاسلاميه افضل لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز فهو كافر كفرا اكبر. De derde is diegene die zegt: Ik regeer met mijn wetten, maar de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala zijn beter. Zijn beter. Maar het regeren met mijn eigen wetten is toegestaan. Deze is ook kafir. Kufran akbar. Hier is geen meningsverschil over. De meningsverschil, of de shubha, zit hem in de vierde categorie. Dat is degene die zegt: Ana ahkum bi hada. Hey, ik regeer met mijn wetten. Wa huwa ya'taqid anna al-hukm bi ghayri ma anzal Allah la yajuz. En hij weet dat het regeren met de wetten naast Allah subhanahu wa ta'ala, dat niet is toegestaan. En hij zegt: Al hukm bis shari'ati al-islamiyya afdal. En hij is ook van mening dat regeren met de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala veel beter is. En hij zegt: Wa la yajuzu al hukm bi ghayriha. En hij zegt: Het is niet toegestaan om met mijn eigen wetten te regeren. Lakinnahu mutasahil. Alleen hij is een beetje makkelijk daarin. Of يفعل هذا لأمر صادر من حكامه. Of omdat hij dat doet omdat hij een bevel heeft gekregen van de mensen boven hem.
deze persoon die hierin valt, فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَصْغَرٌ. Degene die hierin valt, die pleegt ongeloof, maar niet die ongeloof die hem uit het islam doet treden. Want ongeloof, je hebt twee vormen van ongeloof, een kleine vorm en een grote vorm. Bij de eerste drie vormen gaat het om de grote vorm van ongeloof, en bij de laatste gaat het om kleine vorm. Dit is in het kort samengevat wat de juiste interpretatie is van deze vers. وَمَنْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ كَافِرُونَ. ومن لم يحكم بما انزل احسن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. Sommige van deze afdwalende mensen die gaan nog verder. Die zeggen zelfs dat het niet toegestaan is om een leider, een islamitische leider te volgen in dingen die hij heeft ingevoerd voor de mensen, zoals stoplichten, zoals paspoorten en andere dingen. Zij zeggen, als iemand hem gehoorzaamt in deze dingen, pleegt hij ook ongeloof. Toen deze vraag werd gesteld aan de grote geleerde Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, zei hij het volgende hierover: هذا باطل ومنكر. Deze القول, degene die dat zegt, dat is niet waar. بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور. Het is verplicht om te luisteren en te gehoorzamen in deze zaken. التي ليس فيها منكر. Er zit ook geen munkar in stoplichten of in paspoorten, et cetera. بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين. De islamitische leider heeft het ingevoerd voor de mensen zelf. يجب الخضوع لذلك. Het is verplicht om je te onderwerpen aan deze regels. والسمع والطاعة في ذلك. En ook te gehoorzamen en te luisteren. لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. En dit is van het goede wat profijtvol is voor de moslims. En Ubayd al-Rahman al-Mubarak Fouri zegt hierover: Al-imam, een islamitische leider, Ida amara, let op wat hij gaat zeggen, Ida amara bimendub, als hij iets beveelt wat aanbevolen is in al-Sharia, of al-Mubah, of het is toegestaan, wajib, wordt verplicht. Omdat het sema' wat ta'a verplicht is. Dus een imam, een islamitische leider, kan iets wat in principe toegestaan is, of iets wat aanbevolen is, dat kan hij in principe verplicht voor jou maken. Zover gaat het sema' wat ta'a voor een islamitische leider. De volgende shubha, de vijfde. En dit is een van de belangrijkste shubuhat die we vandaag de dag horen, beste mensen. Is takfiruhum al-hukam bidda'wa i'anatihim al-kuffar ala al-muslimin. Dat zij de islamitische regeringsleiders als ongelovigen bestempelen. Waarom? Omdat zij de ongelovigen steunen en helpen tegen de moslims. Allereerst, mensen, is het belangrijk om weer terug te keren naar het eerste fundament. Niet alles wat wij horen over deze zaak klopt. Bilaks. Als je het gaat onderzoeken, kom je erachter dat het allemaal leugens zijn. Ten tweede, niet elke vorm van het steunen van een ongelovige tegen de moslims is een ongelovige daad. Taba'an, deze mensen die met deze shubuhat komen, die hebben verschillende verzen uit de Koran. En ik zal er eentje reciteren, want het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. En dat is qawlullahi azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa'innahum minhum. Hij zegt hier Allah subhanahu wa ta'ala: O jullie die geloven, neemt niet de joden en de christenen als beschermers. Zij beschermen elkaar. En wie van jullie
hen als beschermer neemt voor waar hij behoort tot hen. Dus, wat ik net heb gezegd, niet elke vorm van het steunen van een ongelovige tegen een moslim is een ongelovige daad. En het bewijs hiervoor is, een heel bekend bewijs, dat is de overlevering van Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu an. Die zit in Sahih al-Bukhari en ook in Sahih Muslim. Deze metgezel radiyallahu an, die woonde in Mekka, maar hij behoorde niet tot al-Quraysh. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam de hijra had gedaan naar Medina, en op een dag plannen maakte om de ongelovigen in Mekka aan te vallen, kreeg hij te horen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat er iemand was die de ongelovigen op de hoogte heeft gesteld van zijn plannen. Dus hij stuurde een aantal metgezellen naar die spion toe, die op weg was naar de ongelovigen om hen dat boek te geven. Toen deze metgezellen bij die spion aankwamen, dwongen zij hem om dat boek af te geven. En dat deden zij ook. Toen gingen zij met dat boek naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat boek opende, zag hij dat er geschreven stond: Min Hatib ibn Abi Balta'a ila unasin min al-mushrikeen. Deze metgezel Hatib ibn Abi Balta'a heeft die brief gestuurd naar de ongelovigen om de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of om hen op de hoogte te brengen van de plannen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Zei hij tegen hem: je bent kafir, je bent nu een ongelovige. Hij zei: ja Hatib, ma hada. Hij riep hem, zei: ja Hatib, wat is dit? Zei Hatib radiyallahu an: ja Rasulallah, la ta'jal alayya. Ey, haast je niet, beste profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toen vertelde hij waarom hij dit had gedaan. Wie weet waarom hij dit heeft gedaan? Dat hij kan aan doen Mekka. Hij was zelf. Kan aan doen Oulado, kan aan doen Banat in Mekka. Jeden. Nee, maar zet. Kijk, jullie moeten weten, beste mensen, dat veel van de metgezellen die met de profeet sallallahu alayhi wa sallam al hijra hebben gedaan, die hadden familie in Mekka. En die families die hielpen elkaar. En ook al was iemand ongelovig en hij had bijvoorbeeld een moslim als gelovige, hielp hij hem. Zoals Abu Talib de profeet sallallahu alayhi wa sallam altijd heeft geholpen. Maar omdat deze sahabi, deze metgezel, niet van Quraysh kwam, had hij niemand om zijn familie te beschermen. Dus probeerde hij via deze weg toch dat doel te bereiken. Dus het ging puur om een wereldse reden waarom hij dit heeft gedaan. Hij gaat verder. Hatib. Hij zegt: وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا. Hij zegt: ik heb dit niet gedaan uit ongeloof. وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. En ook niet omdat ik tevreden ben met de koffer nadat ik de islam heb gezien. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: لَقَدْ صَدَقَكُمْ. Hij spreekt de waarheid. Toen zei Umar radiyallahu an: ja Rasulallah, da'ni adrib unuqa hada ar-rajul. Of hada al-munafiq, heeft hij gezegd. Umar radiyallahu an, die wilde hem vermoorden. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: innahu shahida badran. Wa ma yudrik la'allallah أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي الله سبحانه deze persoon, deze Hatib, deze metgezel radiyallahu an, heeft Badr meegemaakt en Allah subhanahu wa ta'ala heeft over die mensen gezegd, die metgezellen die Badr hebben meegemaakt,
اعملوا اي do what you will فقد غفرت لكم. طبعا do what you will wil niet zeggen dat hij alles mag doen, hè? Wie weet wat hiermee wordt bedoeld. En wil dat zeggen, ook al pleegt die shirk, ook al pleegt die koffer, dat wordt vergeven? Ja? Nee. Wie weet het antwoord op deze? Het antwoord hierop is dat Allah subhanahu wa ta'ala weet van deze mensen, van deze metgezellen die Badr hebben meegemaakt, dat zij dood zullen gaan op een islam. Dat ten eerste. Ten tweede, hij weet dat deze mensen na Badr, dus nadat ze die veldslag hebben meegemaakt, ook al zullen zij zondes begaan, tabaan die zondes zullen niet een koffer zijn of een shirk, grote vorm van een shirk, ook al zullen zij zondes plegen, zullen onmiddellijk berouw tonen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat weet Allah subhanahu wa ta'ala van deze groep die Badr heeft meegemaakt. Dus om terug te keren naar dit onderwerp, beste mensen. Het steunen van een ongelovige tegen de moslims. Dit onderwerp heeft een hele belangrijke link. Draait eigenlijk om een belangrijk onderwerp in het islam. En dat heet al-wala'u wal-bara. Al-wala'u wal-bara. Het is een heel belangrijk onderwerp. En dan draait eigenlijk kalimat al-tawhid om. La ilaha illallah. Al-wala'u wal-bara. Al-wala, dat betekent eigenlijk het houden van en het steunen van. En al-bara is het tegenovergestelde. En een moslim, wat is voor hem verplicht? Dat hij het ongeloof waar een ongelovige op zit, dat hij dat haat, die ongeloof. En dat hij daar afstand van neemt. Dat moet, dat is verplicht. En het geloof waar een moslim op zit, daar moet hij van houden. Dat in het kort samengevat al-wala'u wal-bara. Tayyib, de vraag die nu naar voren komt, is elke vorm van het houden van een ongelovige of het steunen van een ongelovige, is elke vorm daarvan per se een grote vorm van ongeloof? Nee. Er zijn drie categorieën. De eerste categorie, dat is als je van een ongelovige houdt omdat hij ongelovig is. Om zijn ongeloof. En dit is een grote vorm van ongeloof, beste mensen. Dit is een koffer. Akbar. Het is een grote vorm van ongeloof. De tweede vorm. Dat is dat je van een ongelovige houdt. Niet om zijn ongeloof. Want daar neem je afstand van. Nee, je houdt van hem omdat hij een bepaalde zonde pleegt. Zoals dat iemand zegt, ik hou van die persoon, die ongelovige, omdat hij zingt. Dus ja, hij houdt van hem omdat hij zingt. En dat is een zonde, dat is een maasje. En onder deze categorie valt ook wat we net met Hatib ibn Abi Belta'a hebben gezien, radiyallahu an. Is dat je een ongelovige steunt. Waarom? Om een wereldse zaak. Niet om zijn ongeloof. Daar moet je afstand van nemen. Maar dat je van hem houdt. Of dat je hem steunt. Omdat hij. Of omdat er een wereldse belang voor jou is. Een derde. En de laatste categorie. Is al-hub al-tabi'i. Is dat je van een ongelovige houdt. Het is een natuurlijke vorm van het houden. Van een ongelovige. En deze is toegestaan met de kanttekening dat je wel afstand moet nemen, en dat geldt voor iedereen, van het ongeloof waar hij op zit. We beginnen met de laatste categorie. Wat is hiervoor het bewijs? Het bewijs is de overlevering van Abi Huraira radiyallahu an, waarin hij zegt, Ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khabara ummihi. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ging naar het graf van zijn moeder. En zijn moeder is gestorven op de islam of niet? Nee. Ongeloof, hè? Nee. Fabaka. Toen huilde hij, de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa abka min hawlahu.
En hij liet de mensen om hem heen ook huilen. Toen zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, ista'zantu rabbi ala an astaghfira laha. Ik heb Allah subhanahu wa ta'ala toestemming gevraagd om vergiffenis voor haar te vragen. Falam yu'dhan li. Maar hij heeft mij geen toestemming hiervoor gegeven. Fasta'zantu an azura qabraha fa'udhina li. En toen heb ik Allah subhanahu wa ta'ala toestemming gevraagd om haar graf te bezoeken. En toen gaf hij hiervoor toestemming. Het bewijs uit deze overleving, waar zit het hem in? Wat heeft dit met die derde categorie te maken? En niet alleen maar dat. Hé, wat accent. Voor wat huilt hij? Huilt hij omdat hij het eens is met haar ongeloof? Nee, hij huilt om die hub al-tabi'i die een persoon heeft met zijn moeder. De tweede bewijs hiervoor is قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى zegt hierover voorwaar. Jij kunt degene die jij lief hebt geen leiding geven, maar Allah subhanahu wa ta'ala leidt wie hij wil. Ibn Kathir رحمه الله عز وجل zegt over deze vers: وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. Hij zegt hier, Ibn Kathir, over deze vers, dat deze vers is geopenbaard. Waarom? Of om wie? Om Abi Talib, de oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. وقد كان يحوطه اي هي بسخرمده هم وينصره اي هي ليت هم overwinnen ويقوم في صفه انا stond altijd met hem klaar ويحبه انا hield van hem حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. En ook een van de bewijzen voor deze derde categorie is dat het toegestaan is voor een moslim om te trouwen met wie? Yani, is het logisch dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons zegt, jullie mogen trouwen, maar jullie mogen niet houden van hun? Kan niet. Dus ook deze is een bewijs voor dat niet elke vorm van houden van een ongelovige leidt tot ongeloof. Dus, in het kort samengevat, er zijn drie vormen. Of het steunen van een ongelovige, of het houden van een ongelovige, die kun je verdelen in drie categorieën. De eerste categorie leidt tot een koffer, een akbar. De tweede leidt tot een zonde. En de derde is toegestaan. En om terug te keren naar de overlevering van Hatib ibn Abi Belta'a. Ten eerste, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem die vraag stelde: ja Hatib, ma hada. Dit geeft al aan dat niet elke vorm leidt tot ongeloof. Want als elke vorm zou leiden tot ongeloof, dan zou hij niet eens die vraag stellen. Dan zou hij zeggen, je bent ongelovig geworden. Dat is de eerste. Ten tweede, toen die metgezel zei, Hatib, radiyallahu an, وَمَا فَعَلْتُهُ كُفْرًا. Ik heb dat niet gedaan vanwege ongeloof. Dat wil zeggen dat hij in zijn hoofd had, dat de enige vorm die leidt tot ongeloof is dat je een ongelovige dat je van hem houdt omwille zijn ongeloof. Daarom zegt hij ook later wala ridan bil kufr ba'd al islam. En ook het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het niet eens was met Omar. Dus al deze aspecten van deze hadith, daaruit kun je halen dat niet elke vorm van het steunen van een ongelovige tegen een gelovige of het houden van een ongelovige per se leidt tot al-kufr al-akbar. Tayyip. Taba'an, de mensen van Shubuhat die blijven gewoon doorzoeken, ook in deze overlevering, totdat ze iets vinden wat ten goede komt. Daarom zeggen sommigen, deze overlevering kunnen jullie niet als bewijs gebruiken. Waarom niet?
Zij zegt omdat Hatib radiyallahu an Badr heeft meegemaakt. En deze regeringsleiders die kunnen Badr niet meer meemaken. Ja? De, met deze shubha is die zware tekfiri en onwetende genaamd Abu Imran van het tekfir voor Holland of tekfir voor Belgium, die komt met deze shubha. Die zegt die in zijn filmpje op YouTube zegt hij en sommigen, dus wij, die komen met deze overlevering. Hij zegt subhanallah, yani deze persoon, deze metgezel, die heeft Badr meegemaakt. Heeft de koning van Marokko Badr meegemaakt? Heb je het gehoord? Heel goed. Taif, mensen, hoe? Geef een weerlegging op deze shubha. Ja? Die stelregels dat als tegen een persoon een woord tegen een persoon, dat niet alleen maar voor hem. Nee, nee, deze is heel diep deze. Hé hoor. Nee, kijk, ik wil niet over andere versen, want dan kun je honderden versen opnoemen. Ik wil een rat, een weerlegging uit dezelfde overlevering. Dat hij zijn daad zal doen, die hem aan de dien zal doen treden, zeg maar, de mensen van Badr. En dat hij dit in feite dus niet valt onder de daden die van koffer zijn, koffer Akbar. Je bent in de buurt, maar je zit er nog niet op. Kijk, taba'an, die overlevering van Hatib ibn Berta'a is 6 jaar na Badr gebeurd. Dus daar zat een ruimte van 6 jaar in. Maar hoe kunnen we, hij zit in de buurt, maar wie kan hem nog een beetje helpen? Hij staat op zichzelf en die handeling stond op zichzelf. Rasulullah zijn heeft dat gezegd om te versterken dat hij maar wel moslim is. Nee, kijk, je moet deze shubha goed begrijpen. Hè? Hij zegt, dus deze, of die mensen van de shubha die zeggen, deze metgezel, die heeft Badr meegemaakt. En dat is een hele grote veldslag, is een hele grote beloning. Maar de mensen in deze tijd, of de regeringsleiders in deze tijd, die hebben dat niet meegemaakt. Dus je kunt die niet onder deze overlevering gooien. Deze overlevering die omvat hen niet. Hé hoor. Hij was geen regeringsleider, maar deze is wel een regeringsleider. Hoe hij geen regeringsleider was. Ja, maar wat is dan het antwoord? Hij zegt van dat de koning niet de beelden van Badr meegemaakt heeft. Ja, joh, klopt. En jij zegt, maar hij was ook geen regeringsleider. Hij was geen regeringsleider. Ja, maar ik wil echt een weerlegging op die shubha. Het is heel... Jullie denken misschien te diep, hé hoor. Ik denk dat omdat de profeet Saad, tenminste, hij kwam met het verhaal van Badr. Pas na dat Omar de december al dood is. Dus toestemming vroeg van het dan. Nee. De mensen die mij les volgen, die moeten het weten, want ik heb het al een keer gezegd, maar volgens mij zitten ze meer te slapen dan op te letten. Hé hoor? Algemene boodschap van de profeet van de lijst, dat het om Nia gaat ook. Wat de aspect is, waarom heeft hij dat gedaan? Dat geldt in alle tijden. Dus klopt, die overleving geldt in alle tijden. Maar hij zegt, kijk, dit is echt iets specifieks, alleen voor Omar, voor Hatib, of voor de mensen van Ahlul Badr. Echt iets specifieks, daar vallen geen andere mensen onder. Helemaal niet regeringsleiders, maar die zijn bij hem... ongelovig. Het antwoord is heel simpel, mensen. Deze overlevering, daaruit kunnen we concluderen dat hij niet in ongeloof is gevallen. Yani, Hatib ibn Abi Berda'a, een grote vorm van ongeloof. Hij is wel in een zonde gevallen, maar niet in een grote grote vorm van een koffer. En stel je voor, hij had Badr meegemaakt. En na Badr zou hij in Kufr al-Akbar vallen. Had Badr hem gebaard? Nee. Badr had hem helemaal niet eens gebaard. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Als iemand in grote vorm van Kufr valt, of in een shirk, al zijn hasanaat worden vernietigd. Dus dit is een weerlegging op deze shubha. Want als hij in ongeloof zou vallen, Badr, of Hatib, na Badr, dan zou dat betekenen dat Badr hem niet zou baten. En dat wil dus zeggen dat hij wel in een zonde is gevallen. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, qad ghafartu lakum. Dat wil zeggen dat het wel een zonde is. Maar hij is niet in een grote vorm van ongeloof gevallen. En dit is dus de weerlegging op diegene die zeggen dat het specifiek is
voor hem. Het is helemaal niet specifiek. Want als hij in een grote zonde zou vallen, of in een grote vorm van een koffer zou vallen, had Badr hem niet eens gebaat. Had hij niks aan Badr. Ook al had hij 100 keer Badr meegemaakt. Als hij in een koffer Akbar valt, of in een shirk Akbar, waren al zijn hasanat verdwenen. Nou. Vandaar dat de profeet van Al-Badr. Maar Allah wist dat hij niet in koffer zou vallen. Ewa, Allah wist voor hem dat hij niet in koffer zou vallen. Blijft dat nog steeds op hem? Nee, ja, daarna, wat er daarna gebeurt. Ja. Maar stel je voor, we gaan even stel je voor, hij zou in koffer Akbar vallen. Ja. Zou die Badr hem baten? Nee. Daar gaat het mij om. Ja. En dit is van toepassing niet alleen maar op hem, op iedereen. En daarom is hij niet specifiek. Maar dan zeggen ze, wij weten hij zal sowieso niet in koffer Al-Akbar staan. Want wie? Hij behoorde tot de mensen van Badr. Hij zal nooit ja, hij. Maar stel je voor, iemand had Badr meegemaakt. Ja. Stel je voor, je had een regeringsleider met de led. Hij had Badr meegemaakt. En hij zou daarna in koffer Al-Akbar vallen. Had die Badr hem gebaat? En die tafsir die ik jou net heb gegeven over dit. Geleden die verschillen van mening over die tafsir. Ik heb gewoon de meeste juiste tafsir gepakt. Maar geleden die verschillen zelfs over ghafartu lakum. Hoe ze dat moeten opvatten. Er zijn verschillende akwaal. En diegene die wil terugkeren, die kan terugkeren naar moslim. En naar imam al-Nawawi. Want die heeft veel hierover gesproken. Maar wat ik net heb gezegd, dat is maar één mening. Het gaat erom dat hij, ook al had hij Badr meegemaakt. Als hij daarna in shirk al-Akbar zou vallen. Of in de kufr al-Akbar. Had dat hem niet gebaat. Ook al zou hij 100 keer Badr mee hebben gemaakt. Nou. Een toevoeging op de opmerking van de uit de opmerking van Hatib, radiyallahu anhu, kunnen we toch uithalen dat hij het probeert, als iemand probeert voor te zijn, door te zeggen, Ook profeet, wees niet snel in het oordeel, toch in het oordeel. Ja. La ta'jal alayya, zei hij tegen hem. Wees niet. Dat hij een voorzorg deed, zeg maar. Ja, daaruit kun je halen dat hij het niet heeft gedaan omdat hij van het ongeloof houdt. Omdat hij heeft het gedaan om een hele andere reden, om een wereldse zaak, daarvoor heeft hij het gedaan. Maar dat heb ik ook in het begin gezegd. Er zijn verschillende aspecten in die hadith, onder andere die vraag, wa la ta'jal alay. Dat geeft aan dat hij het met een hele andere intentie heeft gedaan. Maar ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij tegen hem zei, ja, hatib me hada. Dus hij vroeg hem, want hij wilde weten waarom hij dat heeft gedaan. En dit geeft aan dat niet elke vorm van het houden van een ongelovige of het steunen van een ongelovige tegen de moslim per se een grote vorm van een koffer is. Ewa naam, laatste. Ewa. أضرب عنق الأنام عنق هذا المنافق استثمار أمة عمر من عاسفين وكلان الكفر هي فخام من هذا ظلم بصرف وكلان الكفر أن توسع البروفيس صلى الله عليه وسلم نعم Klopt, ja. En daarbij komt nog kijken, dat heb ik misschien niet vergeten te vertellen, dat Umar daarna tawbah heeft gedaan en moest huilen om wat hij daarvoor had gezegd. Nou. Ja, hij noemde hem munafiq, dus dan bedoelde hij denk ik dat hij ongelovig was. Ja, denk, ja, je zegt een kleine koffer? Ja. Dat sta je misschien begrijpt van de hadith, Allahu A'lam. Allahu A'lam, ik denk dat het dhahir van de hadith is dat hij dacht dat hij munafiq, dat hij echt uit de islam zou, Allahu A'lam. Wie? Ja, Umar. Ja, Umar heeft tawbah gedaan en moest ook huilen daarna. De nou. Voor Reda was toch dat iemand wordt gedood, dus... Dat deze straf wat hij uitvoert, dus dan ga je er ook vanuit het omkoop. En dat wil dus zeggen, beste mensen, dat niet elke spion, dat is ook een van de fawaid van deze hadith. En imam Shafi'i heeft hier heel veel over geschreven in zijn belangrijke boek Al-Um. Dat elke spion die werkt voor de ongelovigen tegen de moslims, dat hij per se een ongelovige is. Dat kun je ook uit deze overlevering halen. Tayyip, we keren weer terug naar die vers. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. De grote geleerde الإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله zegt over deze vers ويفهم من ظواهر الآيات
deze vers en de vers die hierop betrekking hebben. En men tawalla al-kuffar aamidan ikhtiyaran, en nu komt het, ragbatan fihim, ennehu kafirun mithluhum. Dus diegene die een kafir, een ongelovige, steunt tegen de moslims, of van hem houdt, ragbatan fihim, hunkerend naar zijn ongeloof, zo'n persoon, dat is de juiste mening, dat die ongelovig wordt. Taib, shubha al-sadisa, zes de shubha. Laatste laser? Is het kort van vier nu? Ja? Oké, fijn. De zesde shubha is dat zij tekfir maken van islamitische regeringsleiders. Waarom? Bi da'wa annahu yuharibun ad-din fi sijn ad-du'a. Dat zij oorlog voeren met de islam door de uitnodigers op te sluiten in gevangenissen. Deze shubha die hoor je heel vaak, vooral de laatste tijd. Allereerst heb je hadith Hudayfa, en die zit in Sahih Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Tesma' wa tuti' lil amir, wa in daraba dhahrak, wa akhada malak, fasma' wa ati'. Je moet luisteren, gehoorzamen ten opzichte van je islamitische leider. Ook al slaat hij jou op je rug en pakt hij jouw geld af. Je moet luisteren en gehoorzamen. Dit is één. De tweede, moeten we ons goed realiseren. Deze du'aat die inderdaad vastzitten. Zijn dat du'aat die uitnodigen naar de Koran en naar de Sunna zoals de zelf dit hebben begrepen? Of zijn het du'aat die we beter kunnen noemen ahlu ifsad? En ik denk dat de tweede meer van toepassing is op deze mensen. Als je gaat kijken naar de mensen of naar die uitnodigers die meestal vastzitten, zijn dat meestal uitnodigers die alleen maar voor problemen zorgen in een land. Daarnaast, deze regeringsleiders die uitnodigers vastzetten in de gevangenissen, doen zij dit om het feit dat zij niet willen dat kennis wordt verspreid, of voor een hele andere reden? Voor een reden dat zij bang zijn voor de problemen die zij veroorzaken. En ook het tweede is meestal van toepassing op deze mensen. En stel je voor, we gaan ervan uit, een Salafi, iemand die heel betrouwbaar is, die nodigt uit en hij wordt vastgezet, of hij komt de gevangenis in. Wil dat zeggen dat we een goroes mogen doen? Wil dat zeggen dat die persoon kafir is, die al-haki? Nee. Dus ook hierbij verdwijnt deze shubha. De laatste shubha, beste mensen, is dat zij tekfir maken van de islamitische regeringsleiders bij da'wa dat zij rente toestaan in hun land. En zij zeggen, het feit dat er rente is in jullie land geeft, kijk hoe ver ze gaan. Het feit dat er rente is in jullie land geeft aan dat jullie dat halal hebben gemaakt. Begrijpen jullie het? Ja, dit feit dat er rente is, geeft aan dat jullie hebben gezegd over rente, het is halal. En als iemand dat zegt, is hij ongelovig. Tayyip. Dit noemen we istihlal, beste mensen. Istihlal is dat je iets zegt wat in de Koran staat dat verboden is, en je zegt het is halal. Zo'n persoon wordt daarmee ongelovig zonder meningsverschil. Maar kijk hoe sluw deze mensen zijn. Ze zeggen het feit dat die rente is verspreid in dat land geeft aan dat die betreffende regeringsleider van mening is dat het toegestaan is. De grote geleerde Ibn Uthaymin rahimahullah azza wa jal werd gevraagd over die istihlal. Ma huwa dabitul istihlal?
الذي يكفر به العبد. أي ذلك الفورم فل... Wanneer is het zo dat die persoon in een koffer, een akbar, zal vallen. Hij zegt het istihlal. Huwa. En ya'taqid. El insan hil ma harramahullah. Ey, el istihlal bereikt een persoon alleen maar als hij van iets zegt dat eigenlijk verboden is, dat het halal is. Dus daaruit kunnen we halen dat hij ten eerste moet weten dat het verboden is. Dus als hij weet dat de rente verboden is en hij zegt het is halal, dan valt hij in de grote vorm van ongeloof, ook al neemt hij niks van rente. Maar is dit van toepassing op heel veel regeringsleiders? Als zij ervan uitgaan dat als rente verspreid is, dat dat aangeeft dat die regeringsleiders van mening zijn dat het halal is, dan kunnen wij ook tegen hem gaan zeggen, iemand die elke dag alcohol drinkt is ook van mening dat het halal is. En dat zegt niemand. Dat zegt alleen maar mensen van een gawaris. Het feit dat iemand in een maasie, een zonde elke dag pleegt, wil niet zeggen dat hij heeft gezegd of hij denkt dat die zonde halal voor hem is. Dus die istihlal heeft te maken met wat? Met je hart. Naam. Kijk, ten eerste, het is niet aan ons om te kijken naar dat soort zaken. De geleerden die kijken naar dat soort zaken en die kijken of die persoon, die betreffende regeringsleider, op de hoogte was of datgene wat hij halal heeft verklaard, of die wist dat het verboden was. En dan kijken ze ook naar andere dingen. En uiteindelijk trekken zij de conclusie, niet wij. Maar ik durf bijna te zeggen, heel veel zaken, regeringsleiders doen dat niet omdat ze van mening zijn dat het halal is. Want de rente vind je het vandaag de dag bijna in elk islamitisch land. Wil dat zeggen dat al die islamitische regeringsleiders van mening zijn dat het halal is? Daar. Dat zeg ik. Niet al, ja, ja, ja. Maar die verklaren ze weer niet. Ja. Dat is een van de tekenen van Ahlul Bid'ah. Dat is altijd tegenstrijdige dingen roepen. Als je iemand wil toetsen, is hij van Ahlul Sunnah of Ahlul Bid'ah, weet als hij altijd tegenstrijdig is, dat hij van Ahlul Bid'ah is. Een van de tekenen van Ahlul Bid'ah. Daarom zeg ik, terug te komen op het punt van Abu Ishaq. Deze zaak, er komen zoveel dingen bij kijken. Is hij onwetend? Wat voor intentie heeft het? Al die zaken bij elkaar opgeteld. Het is niet aan ons om te kijken daar naartoe. De geleerden, de grote geleerden die kijken. En als je gaat kijken, en dat zien we zo terug bij de afsluiting. Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ik denk dat er in de tarikh van het islam misschien niet iemand kan vinden zoals hij. En met Adalik, Anas ibn Malik, ibn Umar. Die baden achter hem. Daarom, ter afsluiting, om terug te komen op die fitne van Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. In zijn tijd gingen de grote tabi'oen, die gingen naar Anas ibn Malik. En Anas ibn Malik was in die tijd ongeveer 90 jaar. Subhanallah. En dat komt door de dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft heel lang geleefd. Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ze gingen naar hem toe. Waarom? Omdat ze het zat waren met die Hajjaj ibn Yusuf. Ze klaagden over hem. Ze klaagden over zijn onrecht. En imam al-Dhahabi die zegt over Hajjaj ibn Yusuf. Hij zegt, kana zalumen, nasibiyan, khabithan, saffaken lid-dima. Hij zegt, het was een hele onrechtvaardige persoon die vijandig stond tegenover Ali en Ahlul Bayt radiyallahu anhum, khabithan, kwaadaardig, saffaken lid-dima. Hij vermoorde heel veel mensen. Daarom zegt Hisham ibn Hassan, hij zegt, ahsaw, ma qatala al-Hajjaj,
صبرا فبلغ 100,000 و20,000 قتيل. 120,000 mensen heeft hij vermoord. Waaronder wie? Waaronder sommige van de tabi'in. Grote tabi'in. En hij heeft Mekka heeft hij omsingeld. Omdat hij Abdullah ibn Zubair wilde vermoorden. En maar adalika zegt Anas ibn Malik. Tegen die mensen die bij hem kwamen klagen. Hij zegt isbiru. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من. Hij heeft geduld. En elke tijd die zal komen, of de tijd die daarna komt, is erger. حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Ibn Uthaymin رحمه الله عز وجل in Riyad al-Salihin zegt hij hierover, over die القول van Anas, أمرهم بالصبر. على جوري ولاة الأمور. أي hij heeft hen bevolen om geduldig te zijn ten opzichte van onrechtvaardige islamitische leiders. وذلك لأن ولاة الأمور قد يتسلطون على الناس بسبب ظلم الناس. Want het kan zo zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala onrechtvaardige leiders zal aanstellen. Waarom? Omdat mensen zelf ook onrechtvaardig zijn. Kama qala ta'ala. Wa kadhalika nuwalli ba'da al-zalimina ba'dan bima kanu yiksibun. Ey, zo maken wij de onrechtplegers tot elkaars bondgenoten. Wegens wat zij plachten te verrichten. En hij gaat verder Ibn Uthaymin rahimahullah azza wa jal. Hij zegt, ente, jij, idha ra'ayta. ولات الأمور عشان ان اسلاميتس اللايدر زيت قد ظلموا الناس ان زي هبه دي منسة اونريخت آنخدان في اموالهم ان هن بزيتنجا ان هن راكدوم او في ابدانهم ان هن لخامة او حالوا بينهم وبين الدعوة الى الله اوف زي هبه الدعوة الى الله عز وجل ستوب خزت فتسيخت ابن عثيمين رحمه الله عز وجل هسيخت ففكر في حال الناس. Ga dan nadenken over de toestand van de mensen zelf. Tajid, en al bala asasuhu min al-nas. Dan kom je erachter dat alle redenen en alle bala, de oorsprong daarvan, komt van de mensen zelf. Humul ladhina inharafu. Die zijn de weg kwijtgeraakt. Fasallat Allahu alayhim men sallat min wulati al-umur. Dit is de kalam van deze grote geleerde Ibn Uthaymin rahimahullahu azza wa jal. En daarom is er een hele mooie afer van een van de salaf die heeft gezegd: umalukum a'malukum, yani umara'ukum a'malukum. Als je wil weten als je een islamitische leider hebt die heel slecht is, weet dan dat de daden van de mensen slecht zijn. Zijn ze goed? Dan weet je dat die leider goed is. As'alullah azza wa jal an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Als hij van mening is, of hij reageert met de wetten van iemand naast Allah subhanahu wa ta'ala, en hij weet dat het niet is toegestaan, hij weet dat de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala beter zijn, alleen hij doet dat voor zijn shahwa, voor zijn lusten en begeertes. Maar hij weet dat het niet is toegestaan, en hij weet dat de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala beter zijn. In dat geval pleegt hij een kleine vorm van een koffer. Ik heb wel.